Wat is een ROC-curve? De Receiver Operating Characteristic Curve, of ROC-curve, toont het onderscheidende vermogen van een diagnostische test. Zo'n curve laat zien in welke mate een test onderscheid kan maken tussen mensen met en zonder een bepaalde ziekte. Stel een onderzoeker wil weten of ze op basis van de lichaamstemperatuur bij kinderen met een middenoorontsteking een onderscheid kan maken tussen een bacteriële of een virale oorzaak. Dit kan worden gekwantificeerd met bijvoorbeeld de sensitiviteit en specificiteit van een test. Maar lichaamstemperatuur heeft niet één vaste sensitiviteit en één vaste specificiteit. Er zijn verschillende afkappunten van temperatuur mogelijk, waarboven de test als positief kan worden beschouwd. Voor elk mogelijk afkappunt is er dus een andere sensitiviteit en specificiteit te berekenen. Al die waarden voor sensitiviteit en specificiteit kunnen als punten tegen elkaar worden uitgezet. Door die punten te verbinden ontstaat een curve, de zogenaamde ROC-curve. Als alle punten rond de diagonaal vallen, is de oppervlakte onder de curve ongeveer een half en is de diagnostische waarde van lichaamstemperatuur niet beter dan het opwerpen van een muntje om te bepalen of een middenoorontsteking bacterieel of viraal is. Hoe groter de oppervlakte onder de ROC-curve, des te beter kan de diagnostische test een onderscheid maken. De maximale oppervlakte is 1. Wat zou betekenen dat op basis van de lichaamstemperatuur alle middenoorontstekingen perfect kunnen worden onderscheiden in viraal of bacterieel.